twee weken rust gehad. Komt het goed uit of hij is liever naar MBV volle gas gegeven? Ja, dat is wel een fase waar je dat nog zou kennen. Dan heb je werkvrij en dan kan ze die ook pakken. Dan kan ze eventjes de rust pakken. We hebben ook een leuke activiteit gehad met de groep. Eventjes rustig aan. Maar deze week hebben we ook weer flink eraan getrokken. En ze verkloven de volgende opgave. Ja, en dat is alweer in de derby. En tegen de enige club in Limburg waar ze niet trainer was geweest. Ja, we weten. Nee, dat klopt. Maar goed, het Sundermoor derby zijn altijd speciaal. Ik heb bij de NVV natuurlijk ook kunnen ervaren wat het is om tegen Fortuna te spelen. Ja, ook dan is verliezen is geen optie. Dat geldt voor ons nu ook. Dat is leuk. En als het zo gebeurt weer tegen NVV, waar we een goede sfeer hoor, veel supporters. Leuke wedstrijd. Ook gelukkig dan van ons kant nog gewonnen dan. Maar ook vooral eromheen toch op zich allemaal goed gegaan. Ja, daar hoop ik zelf ook op dat dat tegen Fortuna gebeurt. En dat het mogen de beste mogen winnen. Ja, Bart. Terug op het oude nest. Hoe is dat? Ja, goed. Goed gevoel. Toch blij dat ik hier terug ben. En ik hoop dat we met z'n allen een fantastisch seizoen gaan maken. En kunnen te werk stellen dat we terugkeren naar de Eredivisie. Ja, want het heeft een tijdje geduurd. Ik denk dat je eigenlijk liever in de Ere had gespeeld. Hoe is het toen gegaan vervolgens? Nou goed, in het begin heb ik een aantal weken meegetraind. En vervolgens is dat een beetje verwaterd. Maar we hebben altijd nauw contact gehouden. Ik moet zeggen dat de laatste week snel is gegaan. Dat is wel prettig. Er sprak ook vertrouwen uit en zo. Dus daar ben ik wel blij mee. Wat vind je van de groep? Ja, ik denk dat er een hele goede groep staat. In ieder geval een homogene groep die goed met elkaar kan optrekken. Die sterk is, die voor elkaar wil werken. En ik denk dat het heel belangrijk is om in de Jupiler League die stappen te kunnen maken naar boven. Ja. Ik heb in de Eredivisie alles gespeeld. En nu is mijn doel om in de Jupiler League alles te spelen. En volgend jaar weer in de Eredivisie te kunnen optreden. Liefst met Roda? Liefst met Roda, uiteraard. Ik heb voor 2 jaar getekend, dus ik ga ervan uit dat als we promoveren en we spelen volgend jaar Eredivisie, dat ik gewoon bij Roda zit. Mijn vrouw is echt gewoon net wachten tot er gaat gebeuren. En doe kind ze niks meer. Ik benader Bart nog gewoon en Bart wordt er heel blij mee. En Bart, dat is ze ook gewoon. Dat is een jongen die ook bij ons past. Nou, het komt nu goed uit. Timo is vertrokken en Bart is een welkome vervanging. Sterker nog, ik denk dat Bart in dit elftal misschien nog wat beter past. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Ja, ik was wel enigszins verbaasd dat er speelde, want in het persbericht stond dat er geschorst nog wordt. Ja, dat klopt. Dan moet ik ook een compliment aan de KNVB geven, dat doe ik niet zo vaak. Ze hebben zelf aangegeven dat die schorsing dat die er niet meer wordt. Want dan is het over hetzelfde evidence geweten. Dus dat mag ook een keer gezegd zijn. Kregen we nog verrassingen dus in de opstelling tegen Fortuna? Niet echt alleen. Ja, goed, we hebben er nog iemand bij, hè. Hichem Faik. Dat is een probleem dat we hem nog hebben kunnen vastleggen. Dat is een optie. Verder loopt de blessuremand toch wel aardig leeg. Ja, Anko Janssen is ook. Anko is aardig met een trainer. Martijn gaat dadelijk weer aansleten. Nou, voor de rest hebben we eigenlijk behalve de schorsing van Henk geen problemen. Dus we zijn praktisch op volle oorlogsterkte. Dus we hebben wel geen mogelijkheden. Maar dan moest er toch vanuit gaan dat het elftal wat tegen MVV gewonnen heeft ook gewoon een tweede kans moet krijgen. En schat maar ervan uit dat ze met hetzelfde elftal dat ze dat op het veld zal zien.